Hey, ik ben Simon van de Simon Show. Naast mij staat Stan van Stan YouTube. We gaan van jullie vandaag laten zien hoe je een Coca-Cola raket gaat maken met de echte Coca-Cola. Het kan geen andere zijn, anders dan werkt het niet zoals het hoort. De Mentos, mintversie, anders dan werkt het ook niet zoals het hoort. En een boterhamzakje. Nou, stap 1 is heel simpel. Je maakt één rolletje Mentos open. Dan haal je alle Mentos eruit. Die doe je in het boterhamzakje. En dat doe je om ervoor te zorgen dat die niet meteen oplossen, zodat je die zo erin gooit. Dus dat je een zakje gebruikt en die doe je in de Coca-Cola. Dan duurt het iets langer voor die oplost, waardoor je eigenlijk meer tijd hebt om druk op te bouwen. Stap 2. Je gaat het zakje Mentos in de fles Coca-Cola doen. Je draait de dop van de fles. Je doet de Mentos één voor één in de fles Coca-Cola. Bij het dichtdraaien van de fles moet je er goed op letten dat je het boterhamzakje niet meeklemt als je de dop erop draait. Dus wat ga je doen? Je moet er goed op letten dat de kraag niet over de rand valt. Je houdt de opening open. Die doe je voorzichtig terug in de fles. Je draait de dop terug op de fles. En dan is het alleen maar een kwestie van flink schudden. En dan ga je de fles op de grond gooien. Waar je daarbij op moet letten, is dat je met de dop tegen de grond gooit. Je doet de fles goed door elkaar rammelen, om ervoor te zorgen dat het zakje open gaat. De cola moet goed bij de Mentos kunnen. Zoals je kunt zien, is de cola ondertussen bij de Mentos gekomen. Dat is het teken dat de fles nou druk op een bouw is. Als je voelt aan de fles, voel je ook dat die een stuk dikker is. Ja, dat is dus hoe je een raket maakt van een fles Coca-Cola en een rolletje Mentos.